Ik volg vakken klassiek. En dat is het hoofdvak bij ons op school. Dat moet iedereen volgen. Dan moet je elke dag moet je dus een klassieke les draaien. Daarnaast heb ik twee specialisatievakken gekozen. Dat zijn in mijn geval dan jazz en Spaans. Maar je kan ook bijvoorbeeld modern nemen of karakter. Dat ook wel gedaan wordt. Dus je kan allerhande combinaties maken van die vier vakken daarnaast. Artiestrijd Nie Hogerheide, die met een soepel gemaakte bonste kunstgreep naar zijn hand of beter mond zette. Aha. En zo waren meerdere bijdragen. Daaronder een kort maar zeer overtuigend optreden van vier leerlingen van de Dansacademie. Die stuk voor stuk een prima indruk achterlieten. Leuk, hè? Even ophangen. Bij dansen. Ja, je kan er gewoon heel veel in kwijt. Je kan gewoon je gevoelens heel erg in kwijt. Dan in alle vakken op een hele andere manier. Maar het is ook gewoon zaak om te doen, voor je lijf is het gewoon te doen. En het is de concentratie die, die je op het moment dat je dat de les begint, of niet begint, krijg je zo'n waas van concentratie op. Wat gewoon heel veel, gewoon alles om je heen bent en gewoon alleen maar geconcentreerd en gedreven bezig bent. Wat ik heel lekker vind. En de moeheid daarna ook. Ja, ik vind het heel, heel fijn om te werken aan het dansen, om uiteindelijk, als ik hier afstudeer, een baan te vinden als danser. Dus ik werk nu al 4 jaar hier op school plus 2 jaar vooropleiding. Om straks ergens in Duitsland of Nederland als danser te kunnen werken. En daar put ik steeds mijn energie uit, omdat je gewoon elke dag de trainingen en die lessen nodig hebt om steeds beter te worden. Zodat je na verloop van tijd een niveau hebt dat je, als het mee zit, ergens kunt gaan werken. Ja, ik vind het gewoon heel leuk zelf om te dansen. Het is heel erg fijn om te doen. Gewoon dat gevoel wat ik daar gewoon bij heb, lijkt mij gewoon heel leuk om over te brengen. Dus ik vind het gewoon veel interessanter om les te gaan geven. Om andere mensen die het ook lekker vinden om te dansen, om hun dat ook helemaal bij te brengen. Dans is, vind ik, heel erg fijn om te doen. Het is heel pittig. Het heeft heel veel karakter. En je kan er heel veel in kwijt. Je kan, als je heel erg kwaad bent of zo, kun je heel erg lekker uitleven in Spaans. Dat het allemaal scherp is, hard. Het is heel fijn. En om dat over te brengen op mensen is heel moeilijk. Omdat het gewoon een heel moeilijk vak is. Maar het is iets heel aparts. Als bij mij iets niet lukt, forceer ik mezelf behoorlijk om het wel voor elkaar te krijgen. Wat als gevolg heeft dat ik dus in mijn tweede jaar een tijdje gewoon een maand of zo haast niks meer kon.
in mijn enthousiasme en ik moet en ik zal de beste en de mooiste worden, dat ik bij mijn benen brak om het zo goed te willen doen. Dus het is heel belangrijk dat je gewoon heel goed leert met je eigen mogelijkheden te werken, zodat je met jouw lijf kunt doen wat je daarmee kunt. Maar ik neem niet gauw genoeg met iets. Als het, ik streef heel erg naar meer en beter en hoger en kwaliteit. Ja. Streven om de beste te zijn. Ja, dat is je uitgangspunt. Ik denk dat je daarvan uitgaat dat je heel erg goed wil worden. En dan wil je automatisch dus ook de beste worden. Maar op een gegeven moment kom je op het punt dat je denkt van nou, dat gaat gewoon niet met mijn lichaam, kan dat niet. En dan kom je gewoon op het punt dat je denkt, ik moet gewoon werken met de dingen die ik heb, met de mogelijkheden die ik heb. En dat is dan in het ene geval is dat heel erg veel, in het andere geval heel weinig. Dus dan op een gegeven moment dan weet je gewoon dat je niet goed kan worden, leg je ook bij neer. En vooral als je dan gaat lesgeven, bedoel, dat is dan niet zo belangrijk. De eerste keer dat ik, of de eerste keer toen ik begon, had ik meteen iets, nu moet ik, dit wil ik gaan doen. En ik moet het meteen heel goed doen, want jonger was ik vrij oud. Ik was 17 toen ik begon. Mijn lerares zei dat ik mogelijkheden had om een dansopleiding te gaan volgen. Dus ze zei, nou je bent wel een type voor dansexpressie, zo een beetje experimenteel en dan kun je heel van jezelf in kwijt. Maar dat wou ik dus niet. Dus heb ik gewoon die 2 jaar die ik toen nog had, toen ik nog op de middelbare school zat, gewoon helemaal uitgebuit om vreselijk veel lessen te doen en net zo lang te werken tot ik het kon bereiken. En nu is het zo van dat ze hier op school iets hebben van, nou als je als werk dansen krijgt, dan moeten we nog zien. En ik heb nu iets van, nou dat, hoe het ook gebeurt, dat moet ik ook redden. Toen is het ook gered, dus het volgende stapje moet ik ook redden. En dan zal het telkens trapsgewijs, hoop ik, vooruit gaan. Ik heb afgelopen zomer heb ik een auditie gedaan in Londen. Daar was ik aangenomen bij een gezelschap. Die zouden ook een tournee gaan maken naar Amerika en Canada. Maar daar zou ik de school niet af kunnen maken. Dus die baan heb ik niet aangenomen. En nu heb ik 2 audities achter de rug. 3. Waarvan eentje half gelukt is. Daar krijg ik nog bericht over. En ik ga over 2 weken met de interrogatie, zoals Zwitserland, Duitsland, allerlei theaters af. Om te kijken of ze werk voor me hebben. Dus dan doe je een training mee. Maar aan de hand van de training moet je voor een gesprek komen of je doet een auditieles. En dan zeggen ze of je al dan niet in het gezelschap past of te werk is. Ik heb wel regelmatig op toneel gestaan en dat is gewoon heel erg leuk om te doen. Maar ik denk niet dat dat heel erg geschikt is voor mij. Omdat mijn motivatie gaat gewoon meer uit naar lesgeven en niet om mezelf gewoon te blijven dansen. Om dus maar aan andere mensen te laten zien. Niet. Maar het is heel leuk om te doen, dat wel. Beroemd willen zijn? Nee. Het lijkt me gewoon verschrikkelijk, al die publiciteit om je heen. En nee, dat is gewoon niks voor mij. Ik ben niet zo iemand die heel graag in de belangstelling wil staan. Of echt, ja, natuurlijk, je hebt altijd wel een moment dat je heel graag heel in de belangstelling wil staan. Maar niet dat ik dat echt elke dag zou willen. Het lijkt me heel vervelend. Oh, lijkt me hartstikke leuk. Nee, dat lijkt me hartstikke leuk.